Hallo allemaal, dit is week 7. Naast het zeilen doen we nog meer leuke dingen. Kijk maar even. Zeven, 19, 12, 13, 23, 44, 66, 99, 12, 8, 7, 3, 6, 12, 16, 27, 44 denk ik hoor. 37. Ja, ja. Ja. Oh, dat betekent dat er setjes zijn. Dat kan ook niet. Ja, ik liep hier al met Marijn naar binnen. Ja. Hoi. Hoi. Zijn we in week 7 en week 7 is leuk en het is mooi weer en het is, eigenlijk is het allemaal fantastisch, want we hebben veel wind, het is niet zo warm en er wordt gewoon kaart gezeild. Kijk maar eens even hoe het gisteren ging. Vet hè? Ja, dat was gisteren. En vandaag... Wel warm. Wel warm. Ja. Jasje uit. Ja. Zonschijnt. Zonschijnt. En we hebben ons ingesmeerd en zometeen het water op. En dan gaan we even kijken of er nog wat leuks gebeurd is. Ik ga natuurlijk weer zeggen wat gebeurt bij die mensen. Maar hij laat het ook allemaal zien. Dus, daar gaan we. Kijk, ik heb even korte broek aangetrokken. Jas gaat ook mee voor als het gaat regenen. En deze hebben we ook weer. Hier zit weer wat vets in. En wat? Dat gaan we straks weer zien. Ben je klaar, Marijn? Jij bent al lang klaar natuurlijk. Ik sta even te wachten. Oké, we gaan. Let's go. Een kleine shout-out naar deze mooie mevrouw, want die hield de camera even vast. Hoi. Hoi. Wat is hier gebeurd dan? Onze neerhouder wordt gefixt. En wie gaat dat doen? Carlijn. Oh, Carlijn, dat laat je gewoon doen. Maar jij bent toch een instructeur? Ja, dat weet ik, maar... Zij is ons nu zij is de klusjesman. Oh, zij is de klusjesman, juist. Hallo. Jij bent de klusjesman, hoorde ik. Ik ben, nou, de klusjesvrouw. Klusjesvrouw, hè? Ja. Ik ben geen man. Nee, wat ben je aan het doen? Nou, er miste een paddenstoeltje op deze neerhouder, dus die ben ik even op aan te zetten. Een paddenstoel? Jawel. Dat doe ik altijd in mijn soep. In je soep? Wat is een paddenstoel? Laat het zien. Een paddenstoel is, kijk. Ta-ta-ta-ta. Dit is een paddenstoel. Yo, Tijen. Yo, Joosje. Strijder. Strijder. Wie zijn dit dan? Dit zijn Lotje en Vee. Dag Lotje en Vee. Dag meneer, cameraman. wat is hier allemaal gebeurd dan? Nou, nog eigenlijk niet zoveel. Wij zijn nog niet omgeslagen. Oh, jullie zijn nog niet omgeslagen? Jawel, gisteren één keertje. Ja, omdat Vee uit de boot sprong. Maar vandaag nog niet? Nee. Wat zijn jullie nu doen? Wat zijn jullie nu aan het doen? Nu mogen we het zelf, mogen we de lift eruit halen. En nog harder en schuiner. Nou, laat me zien. Wik. Ja. Ik was net op het eiland en daar kwam ik Cato tegen, die ken je wel denk ik, toch? Ja, ja. Cato was bezig samen met Carlijn om de neerhouwer in een topaas te maken. Dat was iets stuk en ik zag een schildpad. Toen vroeg ik me, wat doet die neerhouwer precies? Waarom heb je die in je boot? Kun je dat uitleggen? Ja, dat heb ik net ook aan die dames uitgelegd. Ja? Ze weten dat ook, ja precies. Dus zij weten het ook? Ja, ze weten het ook. Kunnen jullie dat vertellen dan? Wat een neerhouwer is? Kom eerst maar even aanleggen. Dan... Ja. Oké, okay, dames, wat doen we als we aangekomen zijn op het vlot? Neerhalen los. En wat nog meer? Dat zit er goed in, Wik. Ja. Hey, maar dames, waar is die neerhouwer dan voor? De giek vast te zetten. Oké, okay, heeft het nog een andere functie? Ja, dan schiet het niet los en dan maakt hij de zeilen strakker, zodat je dan beter kan varen als je het dingetje aantrekt. En als je hem los hebt, dan gaat de giek waarschijnlijk omhoog. Gaat de giek omhoog? Ja. Oh ja, want hij trekt hem een beetje naar beneden, hè? Ja. Daarom moeten we hem ook altijd los doen als we aanleggen. Waarom dan? Als het, dan valt hij weer, dus hij aan het zeilen tegen de... Ja, dan zeilt die boot eens door. Ja, en dan klapt hij ook om. Oh, oké. Okay. Nou, kun je nog even aantikken? Kun je erbij? Kun je erbij? Tik. Box. Hoi. Hoi. Kijk eens. Is dat de ton van deze week? De prijzenton! Dat meisje daar, dat is het zusje van Evie. Fien, hè? Ja. Wat heb jij ook alweer gewonnen vorige week? Waar kwam die ton vandaan? Kijk eens wat daar staat. Die paarse deksel. Oh, en de prijzenton. Dat is de prijzenton. En weet je wat er nu in zit? Nee. Nou, daar gaan we nu achter zien te komen.
Ja, want ik ben hier nu met de nieuwe prijs, want er zit weer een nieuwe prijs in. En dan kan je nu al vertellen, er zit geen tonnetje in, er zit weer iets anders in. Maar er zit wel weer iets in wat heel leuk is. Ja? En wat je misschien wel wil hebben. Doe je weer mee? Ja. Doe je ook mee, Paulien? Ja, ik denk dat jij hem ook wel wil hebben hoor, wat erin zit. De prijzenton! Oeh, wat zou erin zitten? Ja, kijk maar even. Wil je die hebben? Ja. Er is eigenlijk één woord dat heel erg belangrijk is met wat er in de ton zit. Veiligheid. Veiligheid staat bovenaan bij de bid. Veiligheid is superbelangrijk. Maar looks zijn ook belangrijk. Bijna nog belangrijk. Ik was vanochtend bijna deze pet vergeten. En deze pet is natuurlijk, nou ja, dat is belangrijk voor de looks. Maar wat je nog meer nodig hebt om er leuk uit te zien, is ook iets wat we hier allemaal hebben. En iedereen die het water op gaat, moet dat sowieso meenemen. Als je nu weet wat het is, laat het in de reacties achter. En schrijf er even bij waarom jij dat zou willen winnen. Of willen hebben. Wat? Oh ja. Wil je altijd een zwembest aan? Want staan is aan. En zitten is pitten. Doei! 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 Doei, Paulien. Nou, dat, ja, dat was leuk. Ja, echt top. Ik was nog even bij de jeugdboot net en we sluiten af met een stroopwafel. Echt Hollands. Ja. Kijk, en een bootje, die komen er ook even bij. Ja. Hey jongens, bedankt voor het kijken. We sluiten hem even af. Ja. Kijken jullie volgende week weer? Ja. En doe even duimpje omhoog als je het leuk vindt. Zeker doen. Wat kun je nog meer doen? Abonneren. Maar je kan ook nog abonneren, ja. Dan zie je alles. Want zaterdag om 12 uur is er ook nog een leuke samenvatting. After movie, zei je dat eigenlijk? Een weekfilm. Weekfilm noemen wij het hier. Van deze week. En het zit alle hoogtepunten in en allemaal mooie slow-mo's. En... Toch? Ja. Zitten jullie wel eens in de film? Nou, misschien wel. Nou, nu wel denk ik, hè? Want het is de afsluiting. Tik hem even aan. Jongens. Oh ja. Ik pak er gewoon stiekem nog uit. Doei! Op die filmpjes gaan, ziet het er heel makkelijk uit. Echt? Die reclamefilmpjes. Ja, maar dat is het dus niet. Nee. Zo dus. Ja. Kijk. En nu plopt hij. En nog even aanleggen. Oeh, is heel leuk. Ja, dit is best wel chill.